Een hele goede middag en welkom bij de nieuwe video van Absolute Motors, waar wij auto's mooier, beter en sneller maken. Mooier, is dat nog mogelijk bij deze Ferrari FF? Ik weet het niet, ik denk het wel, maar we gaan hem in ieder geval beter maken door hem te beschermen. Want deze wordt namelijk in zijn totaliteit voorzien van X-Pel en helemaal strak gemaakt. Dit en nog veel meer gaan we je nu laten zien. We zitten in de Porsche GT3 991.1 van de importeur van Akrapovic. Akrapovic is het bekendste, kwalitatief meest hoogstaande merk als het gaat om uitlaatsystemen voor auto's en motoren. Ja, nu gaan we natuurlijk eventjes laten horen wat het voor een auto doet. Ja, wat kan je nou beter pakken dan een atmosferische Porsche 991 GT3? De uitlaat van deze GT3 die is voorzien van klepbediening, wat inhoudt dat je hem kan sluiten, waardoor die een extra demper doorgaat en waardoor je dus een stiller uitlaatgeluid hebt als je normaal wilt rijden of je rijdt bijvoorbeeld 's ochtends weg of iets dergelijks. Want als je deze uitlaatklep openzet, dan gaan je buren 's ochtends zeker klagen. We gaan ook even kijken wat deze GT3 nou doet van 0 naar 100. Waarom gaan we dat doen? Niet alleen omdat het leuk is en omdat we het uitlaatgeluid willen horen, maar ook voor ons extra YouTube kanaal 0 to 60 times. Oké, 0 naar 100. We gaan het met launch control doen. Dus dit zou gewoon de snelste tijd moeten zijn, want Porsche die is nou helemaal zo dat ze altijd snelle tijden neerzetten. Dus daar gaan we. Loop al hoor, zo'n GT3. Dat geluid, jongen, is niet normaal. Met deze Akrapovic open, niet normaal. Echt niet normaal. Oké, luister. Nu even geen 0 naar 100, maar gewoon even lekker op het gas. Hoor eens even. Oh, jongens, tunneltje. Als dit ding boven de 6000 toeren komt, hel breekt los. Hel breekt los. Super dik. Echt bizar. Maar goed, dat kun je ook wel zien in de video. Dat ik redelijk enthousiast ben over deze auto. Maar ik ga hem terugbrengen. Helaas. Helaas. Maar goed. Heb jij dus een GT3 die standaard zo ontiegelijk tam klinkt? Ga voor Akrapovic. Wat een geluid. Niet normaal. Zoals eerder aangegeven gaan we deze Ferrari FF helemaal voorzien van X-Pel. Het grootste deel zit er al op. Maar deze auto kwam binnen terwijl er al een PPF op zat, een lakbeschermingsfolie. Niet van X-Pel, maar van Ferrari origineel. En dan zie je dat iemand die dan toch echt een betere kwaliteit wil, echt een pietje precies is, dan naar ons toe komt om vervolgens de Ferrari folie eraf te halen en daar onze X-Pel folie op aan te brengen. Want wij gaan net even een stapje verder dan dat ze bij Ferrari origineel doen. Daarin komt ook dat Ferrari hier zo origineel een Ferrari paardje onder het PPF plakt, waardoor er eigenlijk altijd lucht om komt te zitten. De een die vindt het een leuk detail, de ander die vindt het juist geen leuk detail. Ik persoonlijk vind het gewoon niet zo heel erg strak als daar dat paardje eronder zit. Uiteindelijk gaat dit gewoon het beste resultaat geven. En wat zie je achter mij op de glaswand? Dat heb je misschien wel eens in eerdere video's gezien. Op het moment dat wij PPF gaan aanbrengen op een auto, dan gaan we eerst in de computer gaan we een bestand plotten. Dus uitsnijden uit de grote rol van X-Pel.
Dat komt er vervolgens zo uit te zien. We plakken ze tegen de ruit, zodat ze daarna kunnen insprayen en daarna kunnen pellen van de backing. En de backing is zeg maar hetgeen wat op de lijmlaag zit, waardoor die beschermlaag blijft voordat hij de auto opgaat. Misschien zou je deze vorm niet direct herkennen als een achterbumper, maar dit is wel degelijk het gelakte deel van de achterbumper. De zijkant, dat is de wielkasrand. Boven komt het achterlicht, dat gaan we hier zo ook even laten zien. En hieronder zit de diffuser, waar het kenteken komt, enzovoort. Kijk maar even mee. Dus de wielkasrand, dan krijg je vervolgens deze lijn naar het achterlicht toe. Dan gaat hij naar beneden toe bij het kenteken en weer omhoog naar de zijkanten toe. En uiteraard onder krijg je weer zo'n hap, omdat daar de diffuser zit. Als ik dagelijks in een Ferrari zou moeten rijden, dan zou dit zeker weten mijn eerste keuze zijn. Dit ding maakt zo'n bruut Ferrari geluid. Ik vind het echt, echt een geweldige auto. En je kan er twee kinderen in meenemen. Niet dat ik die heb, maar stel, je moet je vrouw overtuigen of weet ik het wat, dan is dat een heel goed argument. We zijn bezig met de weekvideo. We gaan hem weer even meenemen in het verhaal wat we deze week allemaal aan het doen zijn. En een van de meest opmerkelijke dingen die we nu hebben, dat is deze Kawasaki ZX-10 RR. Deze komt bij VDM Cars vandaan. En dan denk je, ja, waarom komt zo'n motor nou bij VDM Cars vandaan? En dat is ook een beetje waar hun handel begonnen is, bij de motorfietsen. Nou, wij willen dit graag als showcase binnen onze ontvangstruimte. En als iemand dan geïnteresseerd is in zo'n fiets, kan die ook gewoon bij ons kopen. En anders verwijzen ze graag door naar VDM Cars. We hebben hier nog een Range Rover SVR staan, Range Rover Sport. Deze is van Carlink International. Zij verkopen dit soort modellen. We hebben al een keer eerder een SVR omgebouwd naar Urban Automotive. Dus met die andere carbon bumpers, dikke wielen enzovoorts. Dat gaan we ook met deze doen, want die vorige die is verkocht. Als deze klaar is, dan komt die bij Carlink in de showroom te staan. En kan je hem daar kopen, mits je interesse hebt in een Range Rover SVR Urban. En, heel dik project, de Bentley Bentayga. Ook die gaan we voorzien van Urban Automotive, bumpers, wielen enzovoorts. Dat gaan we ook later nog laten zien. Dat is een G63 AMG, de eerste Urban Automotive G63 die we gebouwd hebben. Die wilde een andere kleur op zijn remklauwen. Kan hè, dat je misschien net niet bevalt en dat je toch een ander kleurtje wilt. Doen we gewoon. De F-Pace SVR. Die zijn we aan het afbouwen. Wrapping zit erop. Een heel bijzonder ding die hier staat, is de G65 AMG. Een G-klasse die volgens mij, even zo uit mijn hoofd, een ton duurder was dan de G63 nieuw. En is voorzien van een V12 biturbo. 630 pk. En dat is zelfs voor zo'n wagen echt heel veel. Weegt bijna 2500 kilo en gaat alsnog als de brandweer. Deze hebben we even gewassen, netjes gemaakt. Want de eigenaar die gaat deze verkopen. Een ding met een nieuwprijs van meer dan 400.000 euro. Sterker nog, vanaf prijs is 400.000 euro. En dit is een vrij unieke kans om zo'n auto te bemachtigen. Morgen wordt er een hele bijzondere opname gedaan. Met een Nederlandse, heel erg bekende actrice. Daar gaan we vast en zeker ook meer over laten zien. Nou, zoals sommigen gezien hebben, hebben we een nieuw account. Op Insta, op YouTube, op beide platformen. Hier testen we auto's van 0 naar 100. Rowan heeft reeds de GT3 getest. Staat al online, sommigen hebben het misschien al gezien. Account kan je volgen door hier te klikken. Hier toch? Ja, hier. Wij hebben bij de Lambo Huracan Performante 1016, zoals jullie hem kennen. En we zijn benieuwd wat die van 0 naar 100 doet. Ja.
gedaan hebben wij toch? Stiekem. Esmee, die heeft voor haar vlog deze Lamborghini Huracan even mogen lenen. Maar als tegenprestatie moet ze hem wel even wassen. Dat vond ik natuurlijk eigenlijk een klein beetje lullig om haar in de eentje deze auto volledig te laten wassen. Dus ik help er even mee. Ja, dat vind ik top, man. Ja, let's do it. Oké, shirt uit. Oh ja, shirt uit. Kom op. Bedankt voor het kijken en ik hoop dat ondanks deze actie dat je nog steeds kijkt naar de volgende video van Absolute Motors.